Ik heb hier een prijslijst gemaakt gebaseerd op laadmeter staffels. Ik heb hem laadmeter tarief genoemd en ik heb twee transporteenheden toegevoegd: de CC-container en de Europallet en één geografisch gebied, Nederland. Je kunt natuurlijk uiteraard nog veel meer gebieden of postcode selecties aan toevoegen. Ik heb de staffels bepaald als volgt. Tot 4 laadmeter is de stuksprijs van een CC-container €26. Tot en met 8 laadmeter is de stuksprijs €24. En alles wat erboven valt, is de stuksprijs van een CC-container €21. Hetzelfde heb ik gedaan voor de Europallets. Ik heb hem als volgt ingesteld. Ik heb gezegd, vermenigvuldig dus de stukprijsregel, dus de prijs altijd met het aantal transporteenheden. Dus in dit geval gaat het TMS niet vermenigvuldigen met wat er boven in de kolommen staat, maar het aantal stuks wat in de vrachtregel is ingevuld. Ik heb gezegd, tel alle aantallen bij elkaar op, want ik wil voor het totaal aantal laadmeters, ongeacht of het nou CC-containers of Europallets betreft, wil ik de staffelbepaling doen. En ik heb gezegd, het losadres valt in de regio Nederland. Hoe ziet dat eruit? Als volgt, ik heb in stamgegevens deze prijslijst gekoppeld dus aan de laadmeters, zodat het TMS gaat kijken naar de hoeveelheid laadmeters, de totale hoeveelheid laadmeters. En ik heb hier 7 Europallets naar Acena, 10 Europallets naar AJM en ook nog 3 CC-containers naar AJM. In totaal zijn dat 6,8 9 laadmeters. Dat wil zeggen dat het in de middelste staffel moet vallen. Dus dat zijn deze twee prijzen. Een CC-container kost dus €24 per stuk en een Europallet €23 per stuk. Als ik nu dubbel klik, dan zie je ook dat hij 7 keer €23 berekent. Dat klopt. Nou, hier zie je het eigenlijk al meteen. 10 keer 23. Dat zie je zo. En 3 keer 24. Berekent het TMS voor de CC-container.